Heel goedemorgen en welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. De Amerikaanse indices begonnen slecht door een hernieuwde angst over het oplaaiende coronavirus wereldwijd. Daarnaast lijkt de toon van China richting de VS harder te worden. Tegen het slot werden de ergste verliezen wat weggewerkt en sloot de Nasdaq nog maar fractioneel lager. De S&P 500 leverde 1,2% in, de Dow Jones bleef desondanks 1,8% lager achter. En ondanks een nieuwe orkaan die de Golf van Mexico nadert, lagen de olieprijzen fors onder druk. In Libië wordt de productie weer opgestart en de dollar trok fors aan. Dat laatst had ook een stevige impact op de prijs van goud en zilver. In Azië waren het vooral de bank- en luchtvaartsector die klappen kregen. De Nikkei bleef nog een dagje gesloten, de andere indices lieten lichte verliezen zien. Alleen de Kospi-index in Zuid-Korea was een uitschieter met een verlies van 2,7 procent. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een 0,6% hogere opening. Geruchten rondom ASM Pacific, dat nu nog in Hongkong genoteerd staat: het bedrijf zou deze notering willen verplaatsen naar China, waar de waardering aanzienlijk hoger is. ASMI heeft een 25% belang in ASM Pacific en wil daar voorlopig nog niet vanaf. Macrocijfers laten een daling van ruim 6% zien bij de uitgaven van Nederlandse huishoudens in de maand juli en dat is op jaarbasis. Consumentenvertrouwen over september verbeterde nauwelijks en bleef stevig negatief. Alfa gaat 4000 laadpalen plaatsen in Limburg en Noord-Brabant voor de Vattenval. TomTom -tom gaat nu ook navigatieondersteuning leveren aan het Italiaanse Maserati. Op de agenda vandaag: consumentenvertrouwen vanuit de eurozone en bestaande woningverkopen uit de VS. Verder zien we ABN AMRO zet Unibail op kopen, koersdoel 65. ABN AMRO zet Egon op kopen, koersdoel 3,5. En JP Morgan zet Renault op kopen, koersdoel 32. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.